Dit is voor veel bezoekers van Alkmaar de eerste kennismaking met de stad. En kaas is waar ze Alkmaar wellicht vooral van kennen. Maar sinds maandag zal het geen enkele treinreiziger meer ontgaan dat het EK wielrennen, dat in augustus plaatsvindt, Alkmaar als middelpunt heeft. Maar voor het zover is, moet er nog wel een bergwerk worden verzet. Goedemiddag, vrijwillig Centrale Regio Alkmaar met Ellen. En ook tijdens het EK moeten vele handen het werk licht gaan maken. Maandagavond werd daarom in de Meent een EK wielrennen vrijwilligersbijeenkomst gehouden. Mensen zijn gekomen omdat ze graag willen helpen bij het EK. En ik heb ze gewoon vanavond uitgelegd dat ze heel belangrijk zijn en eigenlijk onmisbaar zijn om zo'n evenement te doen slagen. Mijn collega Ellen Pals gaat u uitleggen wat er te doen valt. Kan daar vragen over beantwoorden? Verhelderend. Ik was nog in dubio of ik me wel of niet op zou geven. Ik heb vorig jaar ervaring gehad met klimmen naar de hemel. En daar kon ik mooi mijn talen gebruiken. En ik denk, nou, ik geef me nu op voor het secretariaat. Ook vanwege de talen. Dus. Wij zoeken vooral mensen die de taak verkeersregelaar willen uitoefenen. Dat is een lastige, maar een hele leuke taak. Daar hebben we ongeveer 80 per dag voor nodig. We hebben er nu denk ik ongeveer 50. Dus er zijn er nog een aardig wat plekken te vergeven. Er zit een gratis certificeringsopleiding bij die de gemeente Alkmaar bekostigt. En daarna ben je gecertificeerd verkeersregelaar en mag je in diverse evenementen je rol uitvoeren. Als mensen zich willen aanmelden, want we kunnen ook alle hulp gebruiken, kunnen ze zich aanmelden via ekwielrennenalkmaar.nl of gewoon naar ons kantoor komen in de Begijnenstraat vlak naast de Grote Kerk.